Steven Debbie Persat, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, adviseert de regering om een transparant subject-subsidiesysteem in te stellen. Dit advies gaf hij dinsdag in het programma Econotori van de VES, waar hij samen met andere panelleden een perspectief van het concept crisis- en herstelplan heeft gegeven. Het sociaal vangnet is erg belangrijk voor de samenleving. Sociaal zwakkeren, zij die het meest nodig hebben, moeten ondersteund worden. En daarbij is een magisch woord subject-subsidie. Toch als je kijkt naar het CHP, moet je erkennen dat er toch een verkapte vorm van object-subsidie blijft. En dat is inefficiënt. Het is niet duidelijk, er moet een overzicht komen van hoeveel één huishouden nu precies aan subsidie ontvangt. De vele bestanden die je leest maken ruimte voor favoritisme, voor fraude. Advies maakt een eenduidig en transparant subject-subsidiesysteem, waarbij vooral de mensen die dit meest getroffen worden en die dat niet aankunnen, geholpen worden door de overheid. Steven Debbie Persat van de VES. Maarten Schalkwijk, adviseur van de regering en coördinator van het conceptplan, benadrukt dat het hier nog gaat om een concept. De adviezen van diverse groepen die zijn gehoord, worden meegenomen bij de eindversie. Het plan dat heeft gecirculeerd is een conceptplan van 12 januari. Dus dat is nog geen finaal plan. Dus eigenlijk praten we nu over het concept. En er is een heleboel input gekomen. Ook binnen de overheid wordt doorgerekend. Ik zei het al, toen in dit concept staat nog niks over schuldherschikking. Er staat nog geen nieuwe begroting in van wat moet het worden. Hoeveel gaan al die maatregelen opleveren? Bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Zijn die projecties wel goed of zijn er andere zaken? Dus ik denk dat er nog natuurlijk men ook moet kijken straks naar het finale product. Dat aan de Nationale Assemblee zal worden aangeboden. We hebben goed geluisterd, ook gesproken met de verschillende stakeholders en de commentaren zijn niet zomaar geschreven en gelezen. Maarten Schalkwijk. Hij deelde mee dat vandaag in een interne sessie de puntjes op de i geplaatst zullen worden betreffende het plan.